En ik zeg, als belegger profiteer daar juist van. Op dat soort momenten, als het bloed door de straat loopt, stap je in. En dan kijk je naar welke bedrijven er wel nog de komende jaren een goed dividend uitkeren. Zoals? Wel een bijvoorbeeld Unilever. Bedrijven met een goede balans, goede groeivooruitzichten, gezonde markten waar ze in zitten. En breng daar die gelijkgewogen spreiding over aan. Dan doe je het op de lange duur gegarandeerd dus beter dan de Ajax. U adviseert niets doen of kopen, maar in elk geval niet verkopen. Als je nu belegd bent, kijk naar je verdeling van je portefeuille. Bouw de kwetsbare sectoren wat af, maar blijf wel in de markt zitten. En als je contanten hebt, zet je nu aan het werk. Helder. Dank u wel.